kijk, de rhododendron prachtig in bloei. Ja. Nou, welkom bij een nieuwe vlog. Ja, welkom bij een nieuwe vlog inderdaad. Zo, er komt een bekje water naar beneden. Ja. Hoppa. Hartstikke idee. Hoekie om. Ja, wij niet. Nee. Campen. Nog even niet. Doe maar even niet. Ze geven aardig gas met dat ding, hè? Ik wil ook zo'n kar. Ja. Makkelijk voor de boodschappen. En dan gaan we hier linksaf. Kijk, staat al aangegeven volgens mij. Kijk eens even, keurig. Wat staat daar? Kampeerweide. Kampeerweide. Ja, netjes. De verleden keer stonden die bordjes er nog niet. Nee, super. Ja, dat is ideaal. En er is grind opgegooid, zie ik. Kijk, en ik zie hier ook van die blokken. Wat? Hier van die... Nee, van, jawel. Die heb ik al eens gezien, nee. Toch? Nee, 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 nee. Helemaal ja, top. Ja, volgens mij wel. Zo, lekker rustig. Zo. Wat is het? Vrijdagavond, hè? Vrijdagavond, camping Groenendaal. Vrijdagavond, 6:30. 6:30. Nou, wij staan daar bovenop uiteraard. Want zoals jullie misschien herkennen, zijn wij hier ooit wel eens met nattigheid naar beneden gegaan. En toen moesten we eruit getrokken worden. Nou is dat voor hun ook niet zo'n probleem, want ze zijn helemaal niet moeilijk hier. Maar wij nemen het zekere voor het onzekere. We blijven gewoon bovenaan staan. Kijk, dit is de eerste vernieuwing die ze hier op de camping hebben. Overal keurig netjes stroom aangelegen over heel het veld. Dus aan deze kant allemaal stroomplekken. Daarbovenop stroomplekken. Keurig. En natuurlijk dat uitzicht, hè. Paaltjes. Ja, paaltjes met nummers erop. Dat is ook wel handig, dat je gelijk weet welk plekje dat van jou is. Kijk. Mooi hoor. En ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen van de natuurliefhebbers. Ga hier echt een keer heen, want het is echt waanzinnig. Je staat zeg maar hier, hè, zo zie je een caravan staan of hoe wij staan of wat dan ook. En dan even... En dan, dat veld voor je, zie je gewoon dit. De tas heeft natuurlijk al heel veel gefilmd. Kijk, edelherten. Ze staan allemaal met de reet hier naartoe. Maar... Is toch schitterend. En met een beetje geluk, omdat het nu nog vrij rustig is, of omdat het vrij rustig, omdat het nog rustig is, heb je ook een hele grote kans dat als je morgenochtend wakker wordt, dan zie je hier ook gewoon op het veld staan. Echt tof. Nou, we gaan eens even een stukje daarheen lopen. 2, 4, 6, 18, 12, 14. Nou meer? 2, 4, 6, 18, 12, 14. Mooi hè? Zo ga je ze steeds beter zien. Ik kom steeds dichterbij. Kijk, wat staat daar weer tussendoor te kijken? Wat ligt daar op de grond? Dat is fantastisch. Daar achter die boom moet er nog meer in zitten. Ja. Thank you.
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. Kijk, ik heb hier weer wat gevonden. Een hut. Een uitkijkpost, hut, spot, ding. Gaan we eens eventjes in. We staan gewoon hier op het terrein. In de hoek. Gaan we eens even kijken. Nou, wat wil je nog meer? Lekker stoeltjes erin, mijn kussentjes. Dan gaan we eens eventjes kijken. Lekker. Ik heb de deur nog dicht. Ja, de deur gaat dicht. Nou, oh. Gaat echt goed? Ja, ik denk het wel. Hij kraakt een beetje. Kijk, dan heb je zo uitzicht. Zo mooi. Lekker uit de wind. Ideaal, oké, op je gemak hier gaan kijken. Nou, dan zit ik hier in mijn hut. Kijk, verder kijkje bij me. Is toch fantastisch, joh. Lekker rustig. En dan voor me heb ik het. Als ik helemaal inzoom, heb ik het uitzicht op een. Even kijken hoor, waar we zitten. Kijk eens even. Nou, dat is toch mooi? Fantastisch, joh. Nou, ik zie mijn hondje op tafel. Ik zie Kaak heen en weer gaan daar, alweer. En dan zit ik hier. Ja, je bent zielig. Nou, we zijn nog maar net een paar uur hier. Ja, echt. Ja, we zijn maar net heel even buiten geweest. Want het is nog niet zulk werelds weer. Tof, hè, al dat wild. Veel, man. Ja, is echt heel leuk. En zo, wat jullie net zagen, dat ik in die uitkijkpost zat, om zo maar even te zeggen. Dat is echt werelds, moet je echt een keer doen. Je zit daar gewoon helemaal uit de wind, deur erin, stoeltjes. Is echt fantastisch, joh. Ze mag nog wel 6 boomhutten maken, hè? Ja, als iedereen die boomhut ingaat, kennen ze even allemaal aan de slag. Ja, en morgen hopen dat het morgen goed weer was. Ja, dan gaan we nog eventjes een rondje over de camping maken. Want er zijn ook verschillende nieuwe voorzieningen voor campers gemaakt. Dus dan gaan we ook eens eventjes filmen. En inderdaad, wat we vanmiddag gefilmd hebben, stroomkasten. En er boort ook water nu bij hier op het veld. Ja, super. Ja, is echt super. Nou, ga jij maar even door met eten, want je kan niet veel praten natuurlijk, want je mond zit elke keer vol. Ja, jij denkt, dat ken ik, begin aan mijn stuk. Ja. Hé Moos, lekker hè jongen? Je ziet het, de deur gaan we dicht. Goedemorgen, goedemiddag, maakt niet uit. Het is zaterdag vandaag. Heerlijk geslapen. Prima geslapen en we gaan nu lang geslapen. En we gaan nu weer een lekkere wandeling maken. We gaan door de bossen struinen. We gaan kijken wat we allemaal tegenkomen. En daarna, of daarvoor, dat weet ik nog niet, lopen we nog even over de camping het een en ander filmen. Dat gaan we doen. Hè? Top. We gaan. Stappen. Hier staat het toiletgebouwtje. Met 2 toilets. Voor de gasten die hier op het veld bivakeren en zelf geen sanitaire voorzieningen aan boord hebben. Dus er is ook al gedacht, een afwasplaatsje. En wat zie ik hier? Dat heb ik nog nooit eerder gezien. Wenskaarten, diverse uitvoeringen. Opbrengst gaat naar het vergeten kind. Even erin kijken. Kijk. Allerlei kaarten die je hier kan kopen. Felicitaties, overlijden en noem het maar op. Ja, leg heel dicht bij elkaar. En die kan je hier ook kopen, zelfgemaakte kaarten. Kijk, alles staat keurig netjes aangegeven met bordjes. Kampeerweide, dat is de wei waar wij op staan, zeg maar.
uitgang, want je moet best nog wel eventjes een stukje over het terrein rijden. Wil je bij de kampeerweide uitkomen. Kijk, er is iemand heel creatief geweest. Dat is mooi gemaakt. Waar de wind is allemaal niet goed voor zijn. En wij hebben er alleen maar als kamperen zijn plezier van. Dan komen we hier bij de volgende bordjes. Wandel- en fietsroute. Daar gaan wij heen. Zie je het uitgang, sanitair gebouw. Gaan we daar nog wel even kijken. Maar de wandelroute, kijk, die begint daar bij dat hek. Nou, daar gaan wij eruit. Je hoeft niet per se langs de hoofdingang. Kan de hoofdingang eruit, deze kant eruit. Hoofdingang eruit, dan ga je richting Delenwoud en zo, geloof ik, hè? Ja. En Telet en noem het maar op. Ja, Telet linksaf en Delenwoud rechtsaf, tunneltje onderdooi. En hier gaan we naar weet ik veel. Lunemark, als het goed is. Lunemark. Dat is toch fantastisch. Kijk, nu kom je eigenlijk uit. Dat gaan we daar wel beter laten zien. Maar daar in de verte, hij kan nu niet inzoomen, maar daar zie je onze camper staan. Dus dit is eigenlijk gewoon, kom je gelijk bij dat veld uit. Dit is de zijkant. Mooi, de temperatuur wordt al wat beterder. Net nog een klein beetje geregend. Nou, mag eigenlijk geen naam hebben. Ik wou net zeggen geregend. Maar een beetje overdrijven, joh. Ja, dat is waar. Nou, we gaan stappen. Kijk, nou, die hebben we al even niet gezien. Daar blijft hij stilstaan. Lekker een beetje aan het scheuren, zwijntje. Kijk, nou, daar komt hij. Niet? Nou, mooi toch? Ook weer gespot vandaag. Op de terugweg. Nou, hebt u ons gezien. Mooie verkoelings- en drinkpoel voor de beesten. We hebben al het een en ander aan edelhertjes gezien. Van een afstand. Nu een stukje verder daarin lopen. Echt schitterend hier. Nou, dat wisten we al. Het is gelukkig niet zo druk. Maar dat komt voor de rest heb je hier eigenlijk niet echt vakantieparken leggen. Dus dat is wel ideaal. Kijk, hier lopen we aan de andere kant van dat veld. Helemaal inzoom. Kijk, zie je daar de camper staan. Is dan dat veld waar ze vaak op lopen. De reeën, de eduiten, de zwijnen. Noem het allemaal maar op. De vossen, de dassen. Loopt hier van alles. Wij hebben helaas nog niet alles gespot hier. Maar je weet het niet, we zijn nog niet weg. Kijk hier, hoe schitterend. Heb je misschien zoiets vanaf je bank? Jemig, daar komt hij weer. Het is echt super mooi. Als je van de natuur houdt en van rust, van beesten, dan is dit echt schitterend. Echt zelf hier eens een keer komen kijken. Live is het nog mooier. Kijk, hier een of andere mooie drinkplek. Die was er niet. Nu wel. Super mooi.
En dit is die boomgrens waar eigenlijk heel vaak die reeën en edelwet uitkomen. We zijn weer terug. Ah. Proost. Proost. En ik drink uit de fles, mensen. Ah ja. Ja. We zijn groot gebracht met de fles. Zo is het. Dus we drinken ook gewoon uit de fles. Nou, het was een heerlijke wandeling. Ik weet niet hoe lang dat die was, volgens mij 8 kilometer of zo, ik weet het niet. Een beetje, we hadden even zoiets van, voor het mooie vonden we hem net eventjes te doen. Ik was er een beetje klaar mee. Maar dat komt denk ik door die laatste in daar bij Valkenburg. Ja, daar hebben we een, daar moesten we nog even voorbij komen, zeg maar. Nou, het is ook wel logisch. Want? 8,45. Nou, 8,5 kilometer. Nou, mooi toch? Was fantastisch. Beestjes gezien, zwijnen gezien. Althans, één zwijn gezien. Reeën gezien, edelherten gezien. Maar ja, om die nou elke keer te filmen en te fotograferen, dan wordt het zo eentonig. Nou, wij gaan even lekker wat nippen en dan... Ik ga zo meteen sowieso de fiets eraf halen, want vanavond gaan we door het Delenwoud heen fietsen. Ja. Dan, daar even kijken. Ja, daar even kijken. Dan wachten we gewoon even. Althans, of we blijven fietsen totdat het een beetje gaat schemeren en zo. Dus nee, joh, wij vermaken ons eigen wel hier. Absoluut. Kijk, er zien nog net een zweefvliegtuig hier aan bij. Ziet? Ik had het er net over het sanitaire gebouw. Voor de wandeling, kijk, twee toiletten aanwezig bij het kampeerveld. Kampeerwei. Kijk eens even. Nou, het ziet er toch schitterend uit. Hier ga je toch wel even gezellig een boodschap doen. Leuke foto's. Helemaal top. Voor de mensen die niet zelfvoorzienend zijn. Kijk, die worden hier weer mee. Hier worden ze gelukkig van. Kijk, hier heb je de camper serviceplaats. Hebben ze ook nieuw gerealiseerd, dat je vuil water kan lozen. Nou, schitterende mooie put. En dan aan deze kant kun je schoon water innemen. En dan daar kan je chemisch toilet leeg. Allemaal netjes aangegeven met bordjes, dus kan niet fout gaan. Ideaal gerealiseerd. Gewoon zo naast de weg. En er zo inrijden, kijk, het verhardt nog daarvoor. Dus dat is prima. Nou, hier aan de voorkant bij de ingang, bij de slagboom. Kijk, bij de slagboom kun je ook weer schoon water innemen. En dan kun je, zoals je ziet, plastic, restafval en papier en karton en dergelijke, kun je allemaal deponeren. Nou, mooi toch? Meer hebben we niet nodig met z'n allen. Sanitair gebouw hebben ze ook nog. Dat ga ik morgen nog even laten zien. Ik heb het natuurlijk al een keer laten zien, maar goed. We gaan het gewoon nog een keer laten zien. Ze zijn toch ieder jaar weer met verbeterpunten bezig. Dat is altijd heel leuk om te zien. Goedenavond allemaal. Goedenavond. We hebben lekker gebarbecued voor de verandering. Doe eens gek. Ja, doe eens gek. Doet barbecuen. En zoals je ziet, we zitten op de fiets. Nou, we hebben vanmiddag een vanmorgen en vanmiddag. Hoe lang hebben we gelopen? Een uurtje of vier gelopen, dat hebben jullie gezien. En nu is het 7:45 of zo. Ja, zoiets. En we gaan zit... ook fietsen. Ja, dan gaan we een stukje fietsen. We gaan een stukje door het Delenwoud fietsen. Hè? Ja. Nou, jullie gaan het zien. Of niet. Ik ben op mijn muil. Ja. Nee hoor, jullie gaan het zien. Zo, hallo allemaal. Hoi. Je ziet het, op de fiets. Op de fiets, het is 2 uur bijna. 2 uur, ja, het is heerlijk weer. Ja, we hebben lekker even een bakkie gedaan. Op de camping. Op de camping, en er zat een vlieg in mijn bek. Het is heel gezellig. Ja. En nu lekker even een blokje om. Ja, een blokje om. Prima weertje. Ik ben begonnen met een trui vanochtend. En een lange broek.
Maar nu had ik zoiets van, je kan niet zien. Ja, je ziet bijna de tas. Maar nee, de tas heeft nog een lange broek aan. Ja. Zo kleurig. Al die eikels. Al die eikels op de weg. Nou, we fietsen nu een stuk door het bos. De route uitgezet van 34 kilometer of zo. En dat ja, volgens Natas gaat het richting Loenen. Dus. De Loenen en Eerbeek volgens mij. Oké, we gaan het zien. Maar ik heb geen idee, hè? Nee. Kijk, zo fietsen we. Beetje rijwind wat je hoort. Maar voor de rest is dat wel lekker hoor. Want net was het in de camper 30 graden of zo. Vogels hoor je allemaal weer fluiten. Maar ja, wat wil je? Ook mooi weer. Nee, er is nog even een plant plat gegaan, ook een boom. Nou, ja, dat is eigenlijk een fiets van natuurlijk. Dan rij je met je koker op die persoon. Ja. Ja, dat is wel lekker vanaf de camping. Hele goede wandelroutes door de bossen, noem het dan maar op, fietsroutes. Dat is gewoon ideaal. Zo, we hebben even lekker plaatsgenomen bij restaurant Krantcafé De Korenmolen. Even lekker wat drinken, borenplankje nemen. En vlekken van het zonnetje genieten. Moosje ligt lekker onder tafel. Kijk. Dan zie je hem. Ja. Daar heb ik geen vinger aan. Prut. Prut. We zitten nu in Laagshoeren. En we zijn aangekomen bij. Kijk. Landgoed Laagshoeren. En die zien we hier voor ons. Kijk eens even. Nou, mooi. Zo, onderweg bij het fietsen. Kijk, daar zien we ze weer. Kijk, we zijn er weer. Na 35 kilometer. Ja, dat was godallemachtig. Dat is een mooie rit. Echt een goed. Alles beter houden hier. Net nieuwe grind op. Ze moet nog een beetje vastgereden worden. Dus leg ik op mijn koken. Het is weer gelukt. We zijn er weer. Zie de Rolls Royce. Overal nieuwe chalets geplaatst. Althans overal. Wel veel. Loopt u op de nog? Gaat ze net zeggen dat de route afgelopen is. En dan gaat ze zeggen, klopt die route nog? Ik snap het ook niet echt. Kijk, die staat druk bezig. Kijk, moet je ook bijhouden, een beetje het onkruid, alles keurig netjes bijhouden. Waar zijn ze? Ik ga het niet bij die mensen in de tuin, maar moet je horen. Hoor je het? Die kikkers. Echt hard. Er zit een vijver hier om de hoek. Hier achter die coniferen zit een vijver en daar zitten ze. Happy birthday to you! Nou, ik zal voor de rest stoppen. Gefeliciteerd, ja. Schat. Dankjewel. Heb je trek in een appeltaartje? Ja, tuurlijk. Dat weet je, hè? Dat sla ik nooit af. Nee, daarom. Ga ik even regelen. Dankjewel. Op naar de 100. Ja. Zo, die heb ik binnen in ieder geval. Hè? Huh? Extra toef. Een extra toef? Ja. Extra toef slagroom. Extra toefie slagroom. Nou, dan gaan we eens eventjes lekker van genieten. Ja, even soldaat maken. En daarna gaan we eens even lekker een wandelingetje doen. Nou, zoals je gezien hebt, appeltaart op. We lopen weer. Lekker.
we gaan de hele woud in. Dan gaan we er aan de voorkant uit, bij de slagboom. Dan lopen we nog langs de sanitaire bouw, zou ik even filmen. En dan gaan we kijken of we nog iets moois tegenkomen. Kijk, wat we zien, hè? Om jullie te laten zien. Ik hoop dat we Bambi zien. Ja, die zagen we van de week wel met fietsen. Maar ze zitten daar toch? Nee, van de week. Oude vriend. Kijk, mooi komt een hondje tegen. Nou, wij gaan verder. Kijk, het sanitaire gebouw. Dan gaan we eens even binnen kijken. Even laten zien. Hier voor de heren. Kan je je eigen scheren. Hierheen. Ja, we hebben het allemaal al wel eens gezien natuurlijk. Toilet. En de douche. Nou, prima toch. Mijn kraan erop. Ideaal, gewoon een losse douchekop, kan je zelf een beetje kleuten. Nou, keurig. We zijn de camping nog niet af en het gaat al uit. Ja, toch maar niet je dikke jas. Nee. En ik had zoiets, ga ik een t-shirt aan doen? Ik denk, nee, ga ik niet. Volgens mij had je die aan, of niet? Nee, dat ging ik doen. Oh. Maar ik denk, nee, dat gaan we niet doen. Ja. Maar je had zelf nog op die weer heb gekeken dat het 25 graden zou worden. Of ja, althans, gevoelstemperatuur of zo. Toch truien weer. Ja. Maar nou. 30 is vast t-shirt, hè? Zo. Nou, kennen we? Ja, mijn schat, we kennen. Zijn die tegenbouw laten zien. Ja, nu gaan we... Stappen, ja. Hele woud. Kijk, we zijn weer bij de uitgang. Een uurtje of, hoe lang hebben we gelopen? 2,5? Ja, maar we zijn nog niet bij de camper. Hè? Dus nee, we hebben inderdaad een dikke 2,5 uur en zijn we onderweg. Maar jij in Eduard, hè? Eentje. Voor de rest niks. Ja, het is echt te warm, denk ik. Ik weet ook net of ik er verstand van heb. Ja. Nee, maar het is warm. Ja, het is te warm. Het is te benauwd. Die beesten die verschuilen er eigenlijk gewoon. Die liggen lekker diep in de bosjes. Ze hebben lekker te chillen. Ze hebben gelijk. Dat gaan wij ook doen. Ja. Nou, we gaan verder lopen naar de camper, richting de camping. Kijk, en dan komen we aan weer bij de camper. Dan kunnen we het eindelijk eens laten zien. Dan zou ik gewoon op het veld komen. Kijk, het is nu veel rustiger. Staat er een gewoon op het veld. Springen over het hek heen. En zo heb je ook hele groepen. Ja, er zijn er nog meer, zie ik. Kijk, er staan nog een hele grote op het veld. Zie je het? Grappig. Kijk, daar staat hij nog. Naast die caravan. Ik denk dat hij aan twijfel is, want hij kan ook die kant op terugspringen. Nou, zullen ze er nu overheen gaan? Hoi, nog niet. Het waren er dus vier. Ik weet niet waar die andere twee zo snel vandaan komen. Misschien aan de andere kant van het hek. Aan de andere kant van die caravan. Dat we ze niet zagen. De buurman komt thuis. Althans, de buurman. Kijk, nou waren ze denk ik. Jammer. Daar gaan ze. Hup. Hier. Hup. Net zo makkelijk. Wij maar denken dat we er zijn met zo'n hek. Nou, de laatste. Hop. Nou, en ze zijn weer aan de andere kant. Zo, het is wat minder weer. Dus ik denk, nou, ik ga het lekker weer even in het hokje zitten. Ideaal. Echt bizar hoeveel dat je ziet. Maar kijk daar. Hele groep. Moet je zien. Echt een grote groep.
En daar zie je die wilde koeien. En even kijken hoor. Die koeien. Kijk, daar zie je ook weer lopen. Echt super. Nou, dat is leuk om even lekker een beetje te spotten zo. Kijk, je kan het niet heel goed zien, denk ik, maar er loopt een vos. Ga eens even kijken een andere manier dat ik kan filmen. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Nou, we gaan bij deze de vlog afsluiten. Ja, van Groenendaal. Van Groenendaal, want ja, een half uur is lang zat. Ja, anders wordt hij wel heel lang. Dan gaan we er hierna nog eentje erop zetten. En dat is van een klein stukje Groenendaal nog. En daarna gaan we nog een weekendje naar Uggelen. Ja. Dan gaan we op mazzeltje passen. Dikke Jack, zoals jullie weten, moest op een zaterdag weg. Dus daar ga je ook nog een stuk van zien. Ja, dus bij deze. Bedankt voor het kijken. Nieuwe abonnees, hartstikke tof. Dat jullie geabonneerd zijn op ons kanaal. En voor de mensen die ons al heel de tijd volgen, leuk dat jullie deze vlogs allemaal bekijken. Al die reacties, dat is echt heel erg tof. Super, nou, dankjewel. En natuurlijk Ilone, hartstikke bedankt dat je zo gastvrij was, hè, voor ons. Ja, top. En een super plekje, Jabby. Nou, dankjewel, tot volgende. Doei.